taxi komt eraan. Waar blijft iedereen nou toch? Ja, vraag je me dat nou of zeg je het zomaar in het wilde weg? Wauw. Is dat mijn dochter? Te gek zeg. Hey, maar maakt ze me niet een beetje dik? Wat vinden jullie? Wel nee, die jurk maakt je niet dik. Dat doen die dikke billen van je. Rick, nou moet je ophouden. Oh. Dat vind ik helemaal niet leuk. Ik Anna niet doen. Alsjeblieft, we moeten zo weg. Geen gedonder. Ja. Ga jij zo? Ja, is daar iets mis mee? Ja, wil je schoenen poetsen, hè? Nou, daar word je toch gek van? Is die een keertje thuis, gaat hij zich meteen overal mee bemoeien. Ja, schoenen poetsen. Ja, opa. En je doet het, hè? Je weet dat je mama geen grote plezier doet om er een beetje verzorgd uit te zien als je in de studio komt. Ja, en iedereen kijkt natuurlijk meteen naar mijn schoenen. Ja. Hey, maar opa, zeg nou eens eerlijk. Vind je nou ook niet dat hij me een beetje dik maakt? Ach, wel nee, lieve schat. Trouwens, ik hou wel van een beetje mollig. Oh, hallo, ja, dankjewel, opa. En het is weer eens wat anders. Wat bedoel je? Nou ja, sinds jij zo fanatiek met die Rob Vogeltjes aan het bestuderen bent, zie ik je nog alleen maar in een slobbertui en een spijkerbroek en ik mag je graag in een jurkje zien. Nou, ook al maakt hij je dan een beetje dik. Erik, nou moet je op. Kijk uit, dan ik verdedig me tot de allerlaatste snik. Hou op, zeg ik toch. Wauw, kijk eens, de gek opa gaat op stap. Niet te kort. Ik wist niet dat Clark Gable op bezoek was. James Bond, zul je bedoelen? Als jullie daarmee willen uitdrukken dat ik er voortreffelijk uitzie, dan dank jullie zeer voor het compliment. Henry, meer dan voortreffelijk. Nu weet ik wat Eugène bedoelde toen hij zei de grote versierder. Ja, wat bedoelde oom Eugène daar nou toch mee? Ja, opa, vertel eens op. Je grootvader van vaders kant refereert waarschijnlijk aan een opmerking van mijn broer Eugène, die zei dat ik nogal in de smaak viel bij de vrouwen vroeger. Vroeger? Ja. Nog? Oh, je ruikt ook zo lekker. Ja, je hebt het of je hebt het niet, hè? Een goede aftershave bedoel je? Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel charisma. Oh, bedoel je dat? Ja, daar heb ik de laatste tijd ook zo'n last van. Alleen, ik loop er niet zo mee te koop. Jij bent ook meer een verborgen verleider, pa. Ah, taxi. Iedereen klaar? Ja, ik ben klaar. Kom op. Hé, jongens, wat zal Simontje blij zijn als ze ons zo ziet. Hè? We zien er allemaal zo keurig uit. Hé, wow, papa. Wat? Ja, keurig, dat klinkt zo saai. Komen al die acteurs en actrices ook naar dat feestje? Ik dacht het wel, hè? Het is een feestje voor acteurs en actrices. Ook die kleine krullenbol met die grote... Rick, zo kan hij wel weer, hè? Trouwens, je hebt al genoeg vriendinnetjes. Nou, ik mag er wel met een ander meisje praten. De taxi staat te wachten. Ik praat ook nog iets denken. Simone, die wilde jou voorstellen aan haar nieuwe moeder. Ene Ingrid... Heeft Simone een nieuwe moeder? Daar weet ik niets van. Nee, in de serie, opa. Ja, natuurlijk weet ik dat. Ik heb haar vorige week nog zien spelen. Goed actrice, zeg. Ze doet maar... Denken aan iemand die ik vroeger heb gekend. Oké, jongens, we moeten er vandoor. Kom op. Kijk. Naar u, grote versierder. Ah, dank je, verborgen verleider. Nee, ik niet. Heel wat werk van gemaakt. Ja, dat is helemaal niet kinderachtig. Zelfs de champagne zelf te drinken. Ja, en hoe meer ervan drinkt, hoe beter wie gaat smaken. Vind je ook niet, Henry? Is je vierde glas al? Ik wil niet vervelend zijn. Maar... Je bent het wel. Opa, Henry kan toch wel tegen een paar glazen champagne? Oh, hij is gewoon jaloers. Hij moet rijden. We zijn toch met de taxi gekomen? Ja, maar mama had de auto en daar gaan wij mee terug. Heb jij al een beetje beet, om? Zo doe normaal, Dikbol. Ik ben toevallig helemaal niet op zoek. En jij, hebt jouw krullenbol al gezien? Maar zij mij nog niet, helaas. Oh, nou weet je dat dan zo zeker? Nee. Anders was ze toch wel meteen naar me toe gekomen. Machootje. Er is hier een machootje. Ja, ik zeg ze, maar dat is alleen van de buitenkant. En mam, van binnen ben ik een heel gevoelig type. Ja! Amuseren jullie een beetje. Ja, te gek. Hoe heet zij? Lucy, dol op machootjes. Dat gaat gelijk meteen dat doen ook. Simontje! Ach ja, ik verwaarloos jullie helemaal. Nee, absoluut niet. We amuseren ons kostelijk. Ja? Zeg, waar is nou die actrice die jouw moeder speelt, waar je me aan zou voorstellen? Corrie. Ja? Even kijken. Corrie, ik dacht dat ze Ingrid heette. Ingrid is de artiestennaam. In het echt heet ze Corrie de Bot. Oh, daar staat ze. Wacht, ik zal er even halen. Corrie, zou je even mee willen komen? Wil je even aan mijn echte familie voorstellen? Oh, wat leuk. Sorry, mag ik even? Nee. Voilà. Eindelijk dan toch. Simone heeft al zoveel over jullie verteld. En u wilt ons toch nog ontmoeten, dat vind ik mooi. Oh ja, ik ben een echte masochiste. Deze grapjas is mijn schoonvader Willem Bol. Hallo. En dit is mijn man Victor. Hallo. Leuk je te leren kennen. En dit is mijn dochter Anna. Hallo. En mijn zoon Rick. Rick, daar. Oh, laat hem maar. Bij Lucy is in de goede handen. Oh ja. En waar is papa?
Hé, dat is vreemd. Nog een minuut geleden stond hij vlak naast me. Misschien toch te veel champagne. Ja. Echt waanzinnig zoals je die rol speelt. Ach, maar zo'n rolletje. Ja, maar zo'n rolletje kan je ook goed of slecht spelen. Oh, je hebt er echt verstand van. Ja, wat wil je met zo'n moeder? Ik ben zo ongeveer tussen de coulissen geboren. En zo'n rol als die van jou, die moet je aanvoelen. Ja, je moet het doen met je gevoel. Nou, het zat best wel goed bij mij van binnen. Nou ja, van buiten ook, moet ik zeggen. Heb je opa Henri gezien? Nee, hoezo? Mij man. Niks meer. Zo'n grote man met een vlinderdasje. Ja, een klein baardje. Ja. Ja, die ging de kant op. Oh, naar de toiletten. Nee, naar de uitgang. Nou, daar begrijp ik dan helemaal niks van. Er is niks voor pa, hè? Zomaar weggaan zonder iets te zeggen. Nee. Ja, misschien zat hem een enorme scheet dwars. Nee. Dat zet je niet ver naast, jongeman. Nee, pap, gaat het met je? Nou, het gaat maar zoals ik al zei. Hij zit er niet ver naast. Het begon ineens allemaal te rommelen en te borrelen. En ik vond het beter om een beetje stilletjes tussenuit te knijpen. Maar opa, dan had je dat ons toch wel even kunnen melden. We waren hartstikke ongerust natuurlijk. Ja, en net voordat ik je aan Corrie wilde voorstellen, wat jammer nou. Ja, jammer. Ja, heel jammer, ja. Nou, een andere keer beter, hè. Ja, nou, je bent in elk geval veilig thuis, hè, jongens. Ja. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik ga lekker naar mijn bed. Ja, ik ga met jullie Welterusten. Ja. Het was echt een leuk feestje. Ik ga slapen. Welterusten. Nu nog? Ik wou eigenlijk gaan... Nee, nu. Wat is er? Vredesnaam aan de hand, hè? Je moet me helpen. Wat zullen we nou krijgen? Wat is er? Ik zit diep in de narigheid. Wat is dat? Ik had helemaal niets met mijn spijsvertering. Dat was verzonnen. Het ging om die actrice die Simone aan mij wou voorstellen. Corrie de Bot. Corrie de Bot. Corrie de Bot? Corrie de Bot. Zo. Die ziet er trouwens nog leuk uit. Hoe kom je aan die foto? Nou, zo'n 30 jaar geleden werkte ze op een kantoor, advocatenkantoor van een goede vriend van mij. Zo. Nog voor ze aan toneel ging. Ja. Wij waren zeer goed bevriend. Oh, wat leuk zeg. Mooie vrouw. Ik bedoel, wij waren zeer goed bevriend. Ja, ja. Nou, gefeliciteerd. Henri, begrijp ik het goed? Wil jij zeggen... Jij? Ben bang van wel. Jij hebt met die Corrie de Bot gewipt? Hij stop! Ja, sorry, nee, maar kwalijk zeg. Met alle geweld zo plat vult uitdrukken ga je gang. Jongen, Harry, jongen, je stijgt in mijn achting. Ik zie je ineens een heel ander licht. Ik ben diep onder de indruk, echt waar. Nou, dank je. Harry Buijs, de grote versierder. Ik heb altijd gedacht dat Eugène dat ironisch bedoelde, maar het is nog waar. Ook een pittig verhaaltje voor de roddelpers, zeg. Ik zie het al staan. TV-moeder van Simone Buijs had een affaire met haar echte vader. Is dat een kop of is dat geen kop? Alsjeblieft, Willem, geen grappen. Oh. Ik was getrouwd. Simone was 10 jaar... Oh ja, sorry. Nee, sorry. Korte, heftige verhouding. Ja. Ja, ik... Een moment van zwakte, ik geef het eerlijk toe. Ja. Daarna voelde ik mij ook bijzonder schuldig. Ja, Henri, weet Simone ervan? Ja, nee. Maar nu ze met Corrie samenspeelt, zal het niet lang meer duren. Ja, waarom zeg na 30 jaar? Ja, juist daarom. Ik wil de herinnering die Simone aan haar jeugd heeft niet bezoedelen. Zeg maar, Henri, waarom denk je dat die Corrie de Bot nu ineens alles zou gaan vertellen aan Simone? Ah, Willem. Leer mij de vrouwen kennen, ze. Oh jee, ja, nee, natuurlijk. Casanova zelf weet het natuurlijk veel beter. Oh, hou nou op. Ik heb al gezegd dat ik me heel schuldig voelde. Ja. En ik geloof dat het beter is dat ik het persoonlijk aan Simone vertel. In plaats van een ander. Harry, ga je het er nu vertellen? Dat is zo belachelijk. Huh? Ga toch een slapende honden wakker maken? Ja. Meen je dat nou? Ja, natuurlijk. Denk je dat werkelijk? Absoluut. Ja. Misschien... Is mondje dicht toch beter? Ja. Dankjewel, Willem. Fijn even met je gepraat hebben. Altijd tot je dienst, dat weet je. Ja. En ik mag op jouw discretie rekenen. Maar Henri, natuurlijk. Ik moet er alleen nog heel discreet even alle kanten langs. Maar het komt best voor elkaar. Ja, leuk. Dank je. Ja, Corrie de Bot. Morgen allemaal. Zeg, kan ik jou ergens afzetten? Nee, ik heb vandaag vrij en morgen ook. Ah, ja.
koffie. Je zult nee, 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 nee. Drink ik wel in de trein. Ik moet vliegen. Ik ga nou even zitten. Schat, ik heb geen tijd. Wacht, wacht. Ho, ho. Je vergeet om Anna succes te wensen. Ja. Die speelt vandaag de finale van het basketbaltoernooi van school. Oh, natuurlijk. Dit is de grote dag vandaag. Zij geeft ze een flink pak voor een broek, hè. Zet hem op. Ja, beloof ik je. Eén goede raad. Mocht je iemand zijn benen willen breken, zorg dan dat de scheidsrechter het niet ziet. Ze gaat niet voetballen, pa. Basketballen. Oh? En bij basketbal mag je niemand het ziekenhuis inschoppen? Dit is toch een saaie sport. Succes! Helemaal gestoord. Hij werkt een beetje te hard als je het mij vraagt. Oh nee, hij moet gewoon zijn nest uitkomen als ik hem roep. Dan is er helemaal niks aan de hand. Simon heeft gelijk. Als hij een half uur eerder opstaat, is hij een half uur lang om te ontbijten, denkt iedereen dat hij een luizenlid is. Ja, dat wilde hij nou juist voorkomen. Dat begrijp ik ook nog wel. Nou, flauw hoor, Rick. Hij heeft het hartstikke zwaar, soms. Ja. Ja, nee, dat gesjouw van lunch naar lunch moet je natuurlijk niet onderschatten. Nee. Hé, ik ga. Ja, ik ga met je mee. Ja. Nou, kind, zorg dat we trots op je kunnen zijn. Hè? Geef ze er van langs, hè. Ja, nee, als ze worden kampioen, hoor, dat kan niet missen. Nee, zal ik je komen halen na afloop? Zullen we iets leuks gaan doen? Zullen we poffertjes eten? Nou nee, want Rob die komt me halen en dan gaan we gelijk door naar de observatiehut. Het gedrag bestuderen van de wipvogel. Wat zeg je? Ja, kennen jullie de roep van de wipvogel? Wip, 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 wip. Rick, je bent echt niet leuk, hoor. Nee, dat was ook helemaal niet de bedoeling. Waarom doe je altijd zo frustie als het over seks gaat? Ik doe helemaal niet frustie. Dat doe je wel? Ik doe niet frustie, Rick. Frustie. Weer een slag in het gelaat van de Nederlandse taal. Jongens, ik ga ook opschieten. Ik heb altijd een waanzinnige hoop te doen op mijn vrije dag. Ja. En helemaal vandaag, want Corrie komt te eten. Corrie! Ja. Ja, ze vond het zo erg dat ze je niet gezien had. Dat ik hem maar heb uitgenodigd voor het eten vanavond. Maar ik kook op, pap. Is dat nou wel een ontzettend goed idee? Ik bedoel, er is een hele goede film op de televisie. Wil ik absoluut niet missen. Ja, die wil ik ook zien. Ja, zeg, dan nemen jullie die maar op. Wat krijgen we nou? Ik ga Corrie nou niet meer afzeggen, hoor. Gisteren knijp je er tussenuit toen ik eraan je voor wilde stellen. En nou mag ze niet komen eten. Zometeen gaat ze er nog iets van denken. Wat zou ze er nog van kunnen denken? Dat weet ik niet, pap. Iets. Neem niet kwalijk. Een beetje laat geworden gisteravond. Brons! Als jij Corrie de Bot wil uitnodigen om te eten, dan moet je haar uitnodigen om te eten! Wat is er met hem vandaag? Hij doet zo raar. Hoezo vandaag? Hij doet toch altijd raar? Pap, wat gezellig dat je bent meegegaan. Ja, en lekker handig, hè? Ik weet waar alles staat. Ja, pap. Zeg, vertel eens. Weet jij nou hoe het zit tussen die Rob en Anna? Geen idee. En ook niet hoe het zit tussen Raoul en Anna? Nou ja, de Egypte is ver weg, hè? Ja, en als onze Anna iedere dag direct na school uren in een hut gaat zitten om vogels te bestuderen, dan is er wel iets meer aan de hand dan alleen maar bijles wiskunde, volgens mij. Ja. Je ziet dat kind ergens mee worstelt. Ah ja, als je eens wist waar ik allemaal mee geborsteld heb vroeger. Hoort er allemaal bij, hoor, pap. Ja. Hey, pap. Yeah. Bisk doe maar. Zou Corrie dat lekker vinden? Hoe moet ik dat dan weten? Je hoeft er zo verschrikkelijk te kijken. Ik vraag het niet zozeer aan jou. Ik vraag het gewoon in het algemeen. Nee, ik ben blij dat ik geen teenager meer ben, hoor, pap. Altijd geliegen en gedraaid tegen jezelf en tegen anderen. Aan, uit. Ik ben blij dat ik daar vanaf ben. Ja. Ja, maar Simone heeft wel een beetje gelijk, Henri. Stel het je nou eens voor, met z'n tweeën urenlang in zo'n hutje is er vragen om moeilijkheden. Ja, joh, stel het je nou eens voor, daar zit je dan met z'n tweeën in zo'n hutje. Dan komt er toevallig die dag geen vogel langs. Nou, hallo, wat ga je dan doen? Willem? Ja? Het wordt tijd dat ik de feiten onder ogen zie. Ach, Henri, doe alsjeblieft niet zo dramatisch, hè. Onze Anna wordt over 2 weken is 18. Ja, maar ik heb het niet over Anna, ik heb het over mezelf. Ik moet het Simone vertellen, over Corrie. Je bent gek! Ja, er was mee te leven, zolang het een herinnering was, een droom uit een ver verleden. Maar inmiddels is het harde realiteit. En dan ga jij er een nachtmerrie van maken. En niet alleen voor jezelf, maar voor Simone ook. Huh? Want die heeft haar ouders geadoreerd als het ideale echtpaar. Die droom ga jij nu verstoren. Je maakt grote kans dat ze je gaat haten. Zou je denken? Dat weet ik zeker. En trouwens, als die Corrie de Bot het ineens gaat vertellen aan Simone, ga jij het keihard ontkennen.
Maar eerlijk duurt het langst, heb ik altijd geleerd. Ja, je hebt er ook geleerd dat Sinterklaas met een paard op de dak rijdt. En cadeautjes in de schoorsteen en in de schoentje mikt. Ach, joh, scheid toch. Ja, lekker lullen zit ook aan tafel, om je eigen woorden te gebruiken. Je maakt Simone er dood ongelukkig mee, Henri. En alleen maar om je eigen geweten te sussen. Joh, wat kan het je schelen? 30 jaar geleden gebeurd is gebeurd. Maar wat moet ik dan doen vanavond? Nou, blijf er uit de buurt. Ga naar Blanche of ga naar Christiane in... Ik heb het. Wat? Jij gaat naar Christiane in Amsterdam, want die heeft je gebeld. Die vroeg jou of je er wou helpen bij het inrichten van een nieuwe tentoonstelling. Henri, we verzinnen wel wat. Maar ga alsjeblieft geen schepen achter je verbranden. Dankjewel, Willem. Grote steun, grote steun. Hallo. Waar gaan de vogeltjes op? Niet zo vreselijk leuk, opa. Oei. Oei. Room service. Dat was geen leuke grap van mij. Neem je niet kwalijk. Wat is er aan de hand? Hebben jullie verloren? Wat? Wat? De finale van het basketbaltoernooi natuurlijk. Oh nee, dat hebben we gewonnen. Daar gaat het helemaal niet om. Oh. Waar gaat het dan wel om? Wil je het me niet vertellen? Nee. Ja. Als je zo doorgaat met huilen, dan ga je eruit zien als een bewaarappeltje. En dat wil je toch niet? Je wilt toch niet dat je er later net zo uit gaat zien als opa Willem? Oh, je bent echt vreselijk. Ja, ja. Nou, vertel het dan maar eens, hè, tegen je vreselijke opa. Nou, ik ben gewoon een beetje in de war. Het is niks. Ja, ik begrijp het wel. Donkerblond, bruine ogen, 1,84 meter. Dat zijn de grootste sukkels. Oh, nee, opa. Nee, dat is juist helemaal niet zo. Rob is juist een hele grote lieve schat. Mm-hmm. Daar gaat het nou juist om. Nou, vertel. Ik denk echt dat ik van hem hou, opa. Ja. Dat denk ik ook, ja. Maar dat dacht ik van Raoul ook. Nou, kom. Nou. Maar jullie hebben elkaar toch geschreven, Raoul en jij. Jullie zouden toch de teugels een beetje laten vieren? Of heb ik dat verkeerd begrepen? Nee, dat heb je goed begrepen. Maar ja, kijk, wat er nou ontstaat tussen Rob en mij... kan je niet meer een beetje laten vieren noemen. Ik weet nou echt niet meer wat ik moet doen. Nou. Ik denk dat het beste is dat je Raoul de waarheid vertelt. En alle schepen achter me verbranden, bedoel je? Alle schepen achter... Heb je met opa Willem gepraat? Nee, ik heb met helemaal niemand over gesproken. Oh. Ja. Verbrand je schepen, Anna. Misschien kom je nooit aan de overkant van de rivier... Maar je bent in ieder geval eerlijk geweest. En eerlijk duurt het langst. Weet je dat heel zeker, opa? Ja, dat weet ik heel zeker. Dank je wel. Pap, ik vind dit heel vervelend. Hé? Wat? Nee, ik heb Simoontje verteld dat Christiane heeft gebeld of je naar Amsterdam komt. Moet dat echt? Christiane richt de tentoonstelling al 100 jaar zonder jou in. Dus ik weet echt niet wat ik tegen Corrie moet zeggen, pap. Je hebt gelijk. Huh? Ik heb besloten om erbij te zijn als Corrie vanavond hier komt. Fijn, te gek. Ja, maar Henri, zij vroeg toch juist of je kwam omdat ze je hulp zo hard nodig had? Ja, en daarna heeft ze gebeld dat ze het ook alleen wel afkon. Ja, en daarna heeft ze weer teruggebeld om te zeggen dat ze zich vergist en dat ze je hulp wel degelijk heel hard nodig heeft. En zojuist belde ze dat ik niet hoefde te komen. Zo te horen krijgt die Christiane aan het eind van de maand een pittige telefoonrekening. Willem, ja. Zou je mij even met mijn dochter alleen willen laten, alsjeblieft? Ik zit aardappels te schillen. Je zat aardappels te schillen. Willem, alsjeblieft, doe mij dit genoegen. Ja. Pap, jij gaat je niet met mijn kookkunst doen, hè? Hè?
Nee. Geen sprake van. Wat is het dan? Heeft Christiane weer gebeld? Nee. Nou, even serieus, Simon. Zeg, je moet dat niet lang laten gaan. Pap! Nee, het gaat goed. Het gaat fantastisch allemaal. Simon. Ja? Heb jij wel eens iemand beduveld? Nou, of iedere keer als ik auditie moet doen voor een rol, zeg ik dat ik 35 jaar ben. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel het echt serieus. Nee. Volgens mij niet. Nee, dat eerlijk duurt het langst, heb jij er flink ingehamerd bij mij, pap. Ja. Hoezo? Nou, ik moet je iets opbiechten. Oh, nou ja, goed. Daar moet je dan nog eventjes mee wachten, want hier is Corrie. Corrie, nu al? Ja, ze wilde wat vroeger komen, want ze wil vroeg weer weg, want ze moet morgen vroeg repeteren. Ja, dank je. Nou, daar is ze. Nou, zul je de poppetjes zien dansen? Willem, ik zal ze proberen zo goed mogelijk mee te dansen. Henri, je hebt nog één kans, je kunt het nog altijd smeren via de tuin. Willem, mijn besluit staat vast. Ik ben er klaar voor. Nou, hier is hij dan eindelijk, hoor. Mag ik jou even voorstellen? Dit is mijn vader, Henri Buis. Oh, het is niet waar. Ja, het is wel waar. Maar dat bestaat toch niet? Het is hem echt? Ja, voor zover ik weet wel, ja. Maar, dus speel ik nu met jouw dochter in dezelfde serie? Wat een idioot toeval nou toch? Ja. Maar vertel dan eens, wat is er zo toevallig? Nou, dat jouw vader mijn Henri is. Jouw Henri? Ja. Hoe zit dat? Corrie en ik kennen elkaar uit een dierbaar verleden. Uit een heel dierbaar verleden. Deze heer heeft toen een heel belangrijke rol gespeeld in mijn jonge leven. Nou, kom, moet je niet overdrijven. Zo, wat hoor ik nou, vadertje, biecht eens even op. Nee, maar voordat we doorgaan met deze onthullingen, wil ik Corrie even goeiendag zeggen. Dag, Corrie. Ach, sorry, Willem, maar ik was ook zo in de war door de verschijning van deze man hier. Ja. Mag ik je kussen? Heel graag. Maar vertel nou eens, hoe zit dat dan met die belangrijke rol? Zal ik eerst even een mooie fles wijn openmaken? Oh, ja, goed idee. Doe jij dat dan even? Ik word zo langzamerhand gek van nieuwsgierigheid. Kom op, ga zitten. Vertel. Dank je. Hup, zit en vertel van nu. Ja. Simon. Er zijn van die dingen in het leven die je absoluut niet voorspellen kan. Begin jaren 60 was ik secretaresse op het advocatenkantoor van Nauta, Beek en Swiffers. En zo heb ik Henri leren kennen. Nou, ik maakte toen nogal een beetje een moeilijke periode door in mijn leven. Ik wist dat ik niet altijd secretaresse wilde blijven. Ja, hoe aardig jou om dik ook was als werkgever. Nee, ja, ik zat toen helemaal niet lekker in mijn vel. Nou, er is nu helemaal niets meer van te zien, hoor. Oh, dank je, Willem, voor het compliment. Nog zo'n charmeur in huis. Nou, je boft maar. Wacht maar dat je ze beter leert kennen. Oh, maar Henri heb ik toen heel goed leren kennen. Hij was altijd bereid om naar me te luisteren als ik het weer eens niet zag zitten. En dankzij hem ben ik er doorheen gekomen. Ja, dat is allemaal heel erg lief gezegd natuurlijk. Maar misschien is het toch beter als ik aan Simone vertel. Nee, laat mij nou even. Jouw vader zag in mij talenten en mogelijkheden die ik zelf niet eens kende. En deze schat hier heeft mij toen aangeraden om aan het toneel te gaan. En daar ben ik hem nog steeds innig dankbaar voor. Oh, dus ik heb het aan jou te danken dat ik nu zo'n kreng van een televisiemoeder heb. Ja, precies. Ja. Laat me je nou eens goed bekijken. Na al die jaren. Nou, niet te goed, hoor. Maar onzin. Je ziet er nog steeds fantastisch uit. Jij ook. Precies, dat is een mooi moment om een glaasje te drinken, zou ik zeggen. Ja. Hè, wat is er zo leuk? Nee, eigenlijk helemaal niet leuk. Ik dacht daarnet even dat jij in de tijd een uitstapje naar Corrie had gemaakt. En dat had ik helemaal niet leuk gevonden. Nou, ik wel. Ja, een man als Henri was natuurlijk bij uitstek geschikt geweest voor een uitstapje. Charmant, zag er fantastisch uit. En het allerbelangrijkste op en top, een heer. Oh, is dat het allerbelangrijkste? Maar natuurlijk, want een heer houdt onder alle omstandigheden zijn mond. Proost allemaal! Ja!